In Nieuwersluis wordt voor de 78e keer oliebollen gebakken voor het goede doel. Wij gingen als alvast een kijkje nemen. Inmiddels in de nazomer van 2015 en we zijn oliebollen aan het bakken. Ja. Wat zijn we in Loenen aan de Vecht en Nieuwersluis allemaal aan het doen? Nou ja, we zijn nu hier oliebollen aan het bakken omdat wij dat willen gaan doen voor de senioren uit de kern Vreeland. Loenen, Loenensloot, Nieuwersluis en Nichtenvecht. En dat is een jaarlijks terugkerend geheel, want dit is de 78e keer. Dus het is al een x-aantal jaren gaande. Jaren geleden gevraagd of ik ook wou helpen met het bakken voor de bejaarden. Vroeger ben ik zelf bakker geweest. En heb ik gezegd, nou, als ik met de FUT ga, dat is nou 9 jaar geleden. Ik zeg, dan kom ik ook bakken, dan heb ik meer tijd. En nou ja, ik doe het nu al 9 jaar. In 1937 is een zusterwerk van de... De mensen hier uit het dorp die zijn gestart om senioren te ondersteunen. Daar is op een gegeven moment gebrek aan vervoer ontstaan. En toen zeiden ze van, hé, wat moeten we nu doen? Want we moeten geld genereren. Nou, toen zijn ze een oliebollenactie gestart. En dat is na jaar via kruiswerk, via vrijwilligerswerk uiteindelijk ontstaan in een organisatie zoals nu. En dat behelst dus dat er nu 2 dagen lang 130 vrijwilligers flink aan de gang zijn, zoals je kunt zien. En die 130 zijn natuurlijk gesplitst in een groot deel hier het maken van de oliebollen. En de anderen die gaan 28 wijken langs om ze te verkopen. Want we willen natuurlijk geld genereren voor die 250 senioren die we een dagje uit willen geven. Wat maakt dit nou zo bijzonder? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Het is gewoon het goede doel. Het is voor de bejaarden. Het is gewoon 2 dagen lang een feestje. Mensen vinden het gezellig. Het is gewoon een feest van herkenning. Mensen, bekenden komen elkaar weer tegen. En ja, het hele dorp wordt weer even besproken door iedereen. En ja, het is heel hard werken. Maar voor het goede doel. En supergezellig. Hoe ziet zo'n dagje uit er dan uit? Ik heb geen flauw idee, want dat laten we lekker over aan de mensen uit de kernen zelf. Ze hebben wel onderling altijd overleg. Dus als de ene een leuk evenementje heeft georganiseerd, dan nemen ze dat over van de ander. Maar hoe ze dat allemaal doen, dat vertellen ze ons niet. Dat houden ze lekker zelf voor zich. En ze mogen doen met dat geld wat ze willen, als ze maar een dagtocht organiseren. Kan je op Oudejaarsdag zelf nog oliebollen zien? Ja, ik ga lekker op Oudejaarsdag ook nog oliebollen. Want het voordeel is, ze zijn nu vers. Dus als je ze aan de deur verkoopt, kun je ze ook invriezen. En dat hebben wij vorig jaar ook gedaan. En dan zetten we ze op Oudjaar op tafel en dan zeggen we, hé, dat denken we weer even aan oktober.